Hallo allemaal, welkom. Ik was al begonnen met filmen en op een gegeven moment hoorde ik wat geluiden hier. Dus er was duidelijk een energie aanwezig, een entiteit. En vervolgens, voor ik het wist, stond mijn beeld op Frozen op 9 minuut 24. Nou ja, dus aangezien ik niet zo goed ben met editen. Misschien nog een uitdaging voor mij voor de toekomst. Ben ik maar even overnieuw begonnen, maar de kaarten liggen er dus al. Ik zal het nog eens toelichten wat voor kaarten er liggen. En ik was eigenlijk stond ik op het punt om bepaalde kaarten te gaan verklaren, om daar wat meer informatie over te vragen. Maar ja, toen stopte de boel ermee. Niet voor niets, dus het zal zijn de reden wel hebben. Ik heb de berichten gelezen, dus komt helemaal goed. Dus welkom allemaal. Fijn dat jullie weer kijken. Ik ben ontzettend blij en dankbaar voor jullie massale steun op mijn kanaal. Jullie positiviteit, jullie liefde, jullie licht die jullie op mij schijnen. En fijn dat ik mijn boodschappen jullie kan uitdragen en dat jullie daar ook eventueel wat mee kunnen doen. Ik begon te vertellen dat ik vanochtend aan het mediteren was met water op de achtergrond. Ik ben gek op water. Ik ben gek op de zee. En ik had het er ook over dat ik gisteren heb gemediteerd met zoveel in heel de wereld. Het was een oproep om dat te doen, om heel veel liefde en licht naar alles en iedereen in het hele universum, naar Gaia toe. Naar en ieder die het nodig had, ook alle dieren, om dat toe te zenden. En dat had een bepaalde reden, want ik trok deze purificatie, deze waterkaart. Purificatie met water, verandering. Ik zag toen meteen het verband water. Ik moest meteen aan die water meditatie denken. Je kan jezelf cleansen, schoonmaken. Misschien via een spiritueel bad. Wat je daar precies in moet gooien, dat kan je online opzoeken. Heb je geen bad, heb je geen spulletjes die je op dit moment kan gebruiken en wil je toch graag cleansen, dan kan je ook gewoon simpel onder de douche gaan staan. En je visualiseren dat als het water over je heen stroomt, dat je dan al het oude, al de negatieve energie, dat je dat allemaal van je laat afstromen. En dat je jezelf op die manier zuivert. Emotionele cleansing. Ja, misschien moet je ook nog het een en ander loslaten. Dus schroom niet om dan die tranen te laten komen. Misschien doet het jou ook wel goed om te mediteren met watergeluiden, orcageluiden, dus ook van water natuurlijk. Misschien een zeegeluid of een beekje, een stromend beekje, kan allemaal. Dat helpt je misschien extra met het loslaten. Op deze kaart staat emotionele schoonmaak en verjonging. Misschien als je dit gedaan hebt, dat je dan weer mooi kan gaan stralen. Dat je nu op dit moment wat blokkades hebt zitten die je los mag gaan laten. Dan hebben we hier buiten de waterkaart, hebben we hier de vuurkaart. Water en vuur ligt hier. Het Sacred Heart, nummer 3. Ik voel daar heel veel warmte bij, heel veel liefde. Ik
moet dan meteen denken aan gisteravond. Dat iedereen is gaan zitten om te gaan mediteren, om liefde en licht naar alles en iedereen toe te sturen die het nodig hebben. En als je dat niet gedaan hebt, dan maakt dat helemaal niet uit. Je kan dat op willekeurig tijdstip doen. Je kan dat is op basis van vrijwilligheid. En als het goed voelt, doe je dat. En zo niet, zo niet. Bij deze kaart krijg ik heel veel passie, heel veel vuur. Misschien als je je gereinigd hebt, dat dan bij jou de passie, het vuur, de inspiratie loskomt. Er staat onder passie, liefde en spirituele communion. Dus misschien samenkomen met een aantal mensen. En dat kan tegenwoordig ook online natuurlijk. Om zo met elkaar bepaalde passie, visie, liefde en licht te delen. Of misschien voor een gezamenlijk doel staan. Of bepaalde projecten met elkaar te gaan opzetten voor het grotere goed. In ieder geval door het cleansen, de passie, de creativiteit die gaat stromen. Dan wordt een verborgen gift of een verborgen talent komt dan naar boven. Je bent nu nog wat down, een beetje somber. Maar dat verandert denk ik op het moment dat jij je van de zware energie, van de negatieve energie ontdoet. Dan ga je je lichter voelen. Dan worden de blokkades vrijgemaakt en kan jouw energie, jouw inspiratie, jouw creativiteit gaan stromen. En dan, voor je het weet, komt dan die verborgen talent, passie, gave komt dan naar boven. Deze kaart, kaart nummer 9, staat sadness, dus je bent een beetje triestig. Een einde, een nieuw begin. Als er iets beëindigt, dan blijf dan niet te lang in dat triestige zitten, maar het heeft een doel gehad. Als iets beëindigd is, dan betekent dat dat er iets beters voor jou in de toekomst ligt. Dit had niet zo moeten zijn. Hier moest een einde aankomen. Je hebt hier ook weer van geleerd, want het leven is vallen en opstaan. En als wij geen pijn of geen beëindiging doormaken, dan groeien wij niet. Dus laat het los. Dit is voor het grotere goed en waarschijnlijk zal dat bij jou een passie, een nieuwe gave, bij jou gaan unlocken, bij jou gaan vrijmaken. Vandaar misschien dat jouw energie gecleansed moet worden, schoongemaakt moet worden. Misschien mag je ook wat kwetsbaarder opstellen. Dat krijg ik bij deze kaart. Ze is tenslotte helemaal naakt. Misschien veel pijn gedaan en dat je je niet meer kwetsbaar durft op te stellen. Niet meer open. Je hebt niet meer opengestaan voor de liefde. Dat je misschien op dat gebied heel vaak pijn bent gedaan. Dat mag je los gaan laten. Je mag je weer open gaan stellen. Want tijdens zo'n blokkade, dan is je vuur, je passie, je creativiteit is dan ook geblokkeerd. En dat is zonde, want dan blijft dit ook natuurlijk verborgen, die gave, die passie, die creativiteit.
Nou, we gaan het nog een keer proberen. Angels, Archangels, Spirit Guides, Ancestors. Kunnen jullie mij de eerste kaart, Purification, Water, verklaren? Nou, ik krijg maar één kaart. De Ridder van Zwaarden. Je moet misschien ook je gevoelens uiten met die zwaarden. In ieder geval het cleansen en het communiceren heb jij nodig om verder te raken op je pad. Dat is wel duidelijk. Anders blijf je vastzitten. Angels, Archangels, Spirit Guides. Wat moeten wij weten over Sacred Heart? Nummer 12. Sacred Heart. De 6 van zwaarden. Je moet verder. Het oud zeer, de pijn, moet je achter je laten. Moet verder naar stillere wateren, rust. En dan krijg jij die, je ziet het al, die rode sjaal, passie. Dan krijg jij je passie weer terug als je het oude achter je laat. En je laat leiden naar stillere wateren. Dus je moet vooruit. Hè? We hebben hier de ridder van zwaarden. En 6 van zwaarden. Angels, Archangels, Spirit Guides, a hidden gift. Wat mogen wij daarvan weten? A hidden gift. Op dit moment de 8 van zwaarden. Jij ziet niet door het feit dat je zo verdrietig bent en dat er een einde aangekomen is. Dan zie jij dus niet. Ben jij verblind door de pijn, door de gedachtes. Jij zit daarin vast, in dat verdriet. Waardoor je dus niet ziet wat er eigenlijk vlak voor je neus is. Dat nieuwe begin met een nieuwe creatie, een nieuwe gave, een nieuwe inspiratie. Dus laat dat los. Dat heb je echt nodig. Er moet liefde en passie komen. En daar moet je voor openstaan. Voor die passie, voor die liefde. Dan moet je je hart weer durven openen. Misschien dat er een boogschutter in je leven is gekomen. Die jou plotseling heeft wakker geschud. En dan zie ik ik zie op dit moment een toren vormen. Iemand die plotsklaps bij jou gevoelens van liefde heeft losgemaakt. Waarvan jij niet meer wist dat je ze in je had. Omdat jij te veel vast zat in dat verdriet. Het kan ook zijn dat het je eigen passie is, dat jij ook een boogschutter in je ascendant hebt. Wat mogen wij nog meer weten buiten de ridder van zwaarden bij de purification, de water? Wat mogen wij nog meer weten over de ridder van zwaarden? De eerste kaart is dat je aan het helen bent. 3 van zwaarden, je bent aan het helen. Dus die purificatie is ook het loslaten van je tranen, van verdriet. Zodat je vooruit kan. Dus dat die heling is heel goed. Je bent in progressie.
Er was geen eerlijk geven en nemen in deze situatie. De persoon dacht alleen maar aan zichzelf, eigen gewin. Jij voelde dat, jij zag dat en je wist dat je dit los moest laten. En omdat je dat gedaan hebt, ga jij weer terug in je eigen krachten komen. Je passie krijg je terug. Je energie krijg je weer terug. Als jij helemaal geheeld bent en dat einde achter je hebt gelaten. Heel mooi. En als extra steuntje kan die purificatie nog wat oud zeer, wat zware energie van je laten afstromen. En dan ga jij groeien, uitgroeien naar die keizerin. En die keizerin die is heel creatief, hè? Laat zich leiden door het goddelijke, door spirits. En dan gaat in haar, spreekwoordelijk natuurlijk, gaat haar passie, haar ideeën, haar inspiratie, die groeien uit tot iets nieuws. Dat kan een gave zijn, dat kan een idee zijn. Maar dit is uiteindelijk waar je naartoe wilt, naar je creativiteit. Spirits, kunnen jullie nog wat meer verklaren over die zes van zwaarden? Of de Sacred Heart, die zes van zwaarden? Ja. Je moet door voor je passie. Passie mag gaan stralen. Jij zit nu nog heel erg beschermend thuis. Of in ieder geval in kluizenaarsmodus. Je zit in je eigen bubbel, spreekwoordelijk. Je bent afgeschermd van allerlei prikkels. Jij staat alleen maar open voor de stem van jezelf, van de intuïtie, maar ook van het goddelijke. Kijk maar de zeven van staven. Alleen het goddelijke laat jij toe tijdens de meditaties. Je laat je helemaal daardoor leiden. Dat is heel goed. Daardoor kom jij ook vooruit. Stapje voor stapje en krijg jij ook je passie terug. Nummer 3, de gouden driehoek. Dan gaan we kijken naar nummer 9. Dat was ook alweer de Hidden Gift. Wat moeten we nog meer weten over de Hidden Gift? De Hidden Gift, kaart nummer 9. Zo. Dat is een beetje veel, hè? Ik heb hier twee kaartjes. Nou, hier bij die Hidden Gift, hè, je zag het niet door al die gedachten, maar toen kwam er plotseling iemand die bij jou de passie los deed breken, omdat die persoon zo vol met liefde zat. Jij bent je terug gaan trekken met de kluizenaarskaart, bent inzichten gaan krijgen vanuit jezelf, vanuit je intuïtie. Dat doet me een beetje ook aan deze kaart denken. Je krijgt je antwoorden op je pad. Dit is kaart nummer 9 en dit is ook kaart nummer 9. Je verborgen, sorry, giften, je talenten, je inspiratie komen helemaal terug. Als jij diep in jezelf gaat kijken, gaat mediteren. Eén woord met Source. Dan wordt jou duidelijk wat jij nog niet doorzag door alle emoties. Emoties, verdriet. Dat kan je loslaten tijdens het concentreren op jezelf, naar binnen gaan, op je ademhaling. En dan zie je dat dit in het geschiet ligt, de 10 van munten.
En dat je door het verdriet, door deze beëindiging, eigenlijk alleen maar je energie aan het verspillen bent. Kijk maar eens goed. En dit zijn allemaal bekers van jou van energie. Deze drie zijn al leeg. Die heb je in die bodemloze put gegooid. En daar ben je nog steeds mee bezig. En dan raak jij steeds verder in die zware energie. Kijk maar, zij is ook verdrietig. Daar heb je helemaal niks aan. Daar moet jij gewoon uitraken. Dus ga cleansen. Ga verder met je leven. Ga healen. En weet dat deze beëindiging, dat alleen maar goed voor je geweest is. Kom weer in je kracht. Krijg die inspiratie terug. Kom uit het verdriet, uit het triestige. Pak die passie op. Maak contact met je gaven. Kijken, mag ik daar nog advieskaartje op trekken? Spirits, angels, archangels, spirit guides. Wat is advies op deze legging? Buiten het cleansen, uit het hoofd gaan en weer de passie en de drive vinden. Hebben jullie nog een laatste advies of berichtje voor degene die dit nodig heeft? Nog meer of is dat het? Ja. Ja. Oeh. Dus eenmaal spreken. De elevatie. Oftewel, laat jouw vibratie verhogen. Als jij natuurlijk in het verdriet zit, dan. Ja, dan verlaag je je vibratie. Dus ga je vibratie verhogen. Er staat ook, je maakt de bewuste keuze om je vibratie van de liefde te verhogen. Respect, daarbij denk ik aan zelfrespect hebben. Mensen die jou pijn doen, die hebben geen respect voor je. Dus zelfrespect hebben. Dat soort mensen je pijn doen, gewoon allemaal loslaten, banden mee verbreken. En hier staat op: jij waardeert ieders unieke perspectief op het pad van de liefde. Maar daarbij moet je jezelf ook natuurlijk niet vergeten. Dan hebben we oorzaak- en effectkaart. Oorzaak-gevolg. Dus als jij het slechte, het negatieve loslaat, dan komt er ruimte voor je inspiratie, je gaves. Je bent bewust dat de liefde die je creëert in je gedachten jou zal leiden naar verandering in het fundament van jouw resultaten. Dan hebben we de kindness card, dat je aardig bent. Nou, dat ben je op dit moment niet. En mensen die slecht tegen je zijn, dan snap ik wel dat je daar niet zo aardig tegen kunt zijn. Maar toch, je bent humanitair, gemaakt uit liefde en je bent in staat om jouw liefdevolle energie met anderen te delen. Dus ga dat weer doen. Kom terug naar jezelf. Wees aardig voor jezelf en voor de ander. En het vertrouwen is geschonden, wat ook heel normaal is. Dus dat is ook nog een punt om aan te werken. Vertrouwen. Je hebt een sterke connectie met je liefdevolle zielsstem. Je hebt vertrouwen in je intuïtie. Dat moet weer komen. Heel veel sterkte ermee. Bedankt voor het kijken. Ik zend je heel veel liefde en licht toe. Tot de volgende keer. Namaste.